Opgave 86. We moeten de vier punten A, B, C en D in het assenstelsel tekenen. Het eerste punt is A, min 2, min 2. A komt dus hier te liggen. Om punt B te tekenen gaan we vanuit 0, vanuit de oorsprong, 5 hokjes naar rechts en 2 hokjes naar beneden. Dat is dus het punt B. Punt C is het punt 5,2. Dus vanuit 0 gaan we 5 opzij en 2 omhoog. Dat is C. En het punt D, min 2,2. Vanuit 0, 2 hokjes naar links, 2 hokjes omhoog. En dit is dus het punt D. Deze punten moeten we met elkaar verbinden. En dan krijgen we dus rechthoek ABCD. Vraag 88. A en D moeten verbinden met de oorsprong. Met het punt 0 dus. En dat komt er dan als volgt uit te zien. En die driehoeken moesten dan ook gelijk rood kleuren, de driehoek AOD. Bij vraag 89 moeten we het punt F noteren, 5,0. Dus vanuit 0 gaan we 5 opzij en 0 omhoog. Dus dit is het punt F. En we moeten daarna A en D met F verbinden. En dat komt er zo uit te zien. Daarna moeten we de vierhoek AFDO, A, F, D en O, moeten we geel maken. Nou, die is al geel, dus dat komt goed uit. En bij vraag 91 moeten we de twee driehoeken ABF, A, B, F en driehoek D, F, C groen maken. En dat komt er dan zo uit te zien. Bij vraag 92 wordt gevraagd van welk land is deze vlag? Ik heb het even opgezocht op internet en het is Guyana.